Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, één God, amen. Welkom allemaal bij het Woord van het Leven. In deze aflevering zullen we kijken naar een vers uit Lucas. Maar voor ik de vers ga vertellen, wil ik een klein voorproefje geven. Vaak denken wij, of willen wij een makkelijk leven. Vol plezier, zonder beproevingen, moeilijkheden of moeite. Maar we willen dat leven en nog steeds met Christus leven. Alleen, dat gaat niet zo makkelijk. En dit zegt Jezus zelf ook tegen ons in het Evangelie van Sint Lucas. Hoofdstuk 13, vers 24. En hij gaat als volgt. Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort. Want velen, zeg ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen. Jezus zegt hier dus duidelijk. Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort. Moeilijk, het gaat niet makkelijk. En wat is de nauwe poort? Nou, de nauwe poort is dus het leven met Christus. Om te kunnen leven met Christus, zijn er een aantal dingen die wij moeten doen. Om dus door de nauwe poort te gaan. En dat is onze eigen verlangens en de wereldse dingen die wij zo leuk en goed vinden. Dat moeten we kunnen loslaten om met Christus te leven. Dus de vraag is dan die wij ons kunnen stellen. In hoeverre ben ik bereid om Christus als mijn nummer 1 prioriteit te zetten? Dus een soort evenwicht kan je zetten. Zijn mijn vrienden belangrijker dan Jezus? Of is Jezus belangrijker dan mijn vrienden? Ga ik met mijn vrienden wat leuks doen? Of ga ik naar de Odes op hetzelfde moment? Kies ik ervoor om niet te vasten en met mijn vrienden te gaan eten? Of ga ik er wel voor kiezen om te vasten en naar Tesbeha te gaan? Dat zijn de dingen die je zelf af kan vragen bij deze vers. Dit kunnen we ook teruglezen in Matteüs hoofdstuk 6, vers 13 en 14. Het is eigenlijk precies dezelfde als in Lucas, alleen dan iets uitgebreider geschreven. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinig zijn er die hem vinden. Deze vers zegt dus dat er twee wegen zijn. Er is de brede weg, dus de brede poort, en er is de smalle poort. Dus de brede poort is wat ik net eerder ook heb gezegd, is eigenlijk het makkelijke leven, geen moeite te hoeven doen, geen beproevingen moeten doorstaan, altijd plezier hebben. En de nauwe poort is het leven met Christus. En om te moeten leven met Christus zijn er dus een aantal dingen die we moeten doen. Het leven met Christus is dus het dragen van je kruis. Dus die beproevingen doorstaan. En om te willen leven met Christus, moeten wij dus onze wereldse verlangens en de wereldse begeerten kunnen loslaten. Het is niet onze prioriteit. Onze prioriteit is Christus. En dus om door de nauwe poort te kunnen gaan, moeten wij ons kruis dragen. En dat zegt Jezus ook zelf tegen ons in het Evangelie van Sint Lucas, hoofdstuk 9, vers 24. Hij zegt, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Dus als wij met Christus willen leven, als wij hem willen volgen, dan moeten wij onszelf verloochenen. Wat is onszelf verloochenen? Dat is dus onze wereldse begeerte, onze verlangens dat we in ons hart hebben en in ons hoofd, moeten wij loslaten om plaats te maken voor Christus en om met hem te willen leven. Dus hij zegt hier, verloochen jezelf, dus laat wat je zelf wil, pak het kruis op en volg mij. Dus ga die beproevingen aan, ga de moeite aan om met mij te kunnen leven. Dus nog een keer de vers. Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort. Want velen, zeg ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen. Het staat geschreven in Lucas, hoofdstuk 13, vers 24. Glorie zij God tot in eeuwigheid. Amen.